De provincie Limburg gaat vervoerder Arriva korten vanwege het groot aantal uitgevallen treinen op de Maaslijn. De provincie weigert daarmee te betalen voor treinen die niet rijden op de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Arriva rijdt op het traject met tweedehands treinen, maar deze kampen met veel problemen. Door het enkele spoor ontstaan er snel problemen als een trein vertraagd is. Arriva is op zoek naar nieuwe treinstellen, maar deze zijn pas na de zomer inzetbaar. De Nijmeegse student Bram Boenders staat met één been in de finale van Idols. Ik zeg volledig ja, dat betekent vier ja's, dat betekent gefeliciteerd, welkom bij Idols. De singer-songwriter die studeert aan de Han heeft in het talentenprogramma van RTL 5 een videoclip en een single gemaakt van het nummer Stand By Me. Stand By Me, Stand By Me. Deze clip werd woensdagavond gepresenteerd en nu moet Bram zoveel mogelijk kijkers trekken op YouTube. Daarbij neemt hij het op tegen de andere deelnemers die ook een clip hebben uitgebracht. Woensdag tijdens de liveshow wordt bekend of Bram genoeg stemmen gehaald heeft. Er staat meer gras naast het voetbalveldje in de Pamonastraat in Nijmegen dan op het veld zelf. De plek heeft nu meer weg van een beachvolleybalveld dan van een voetbalveld. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het veldje zo goed werd gebruikt dat het gras snel verdwenen was. Inzaaien kan, aldus de gemeente, maar dan kan er niet op worden gespeeld. Daarom is gekozen voor deze stoffige oplossing. Onlangs is er nieuw zand op het terrein gestort en zijn de kuilen dichtgemaakt. Beachvoetballen dus. Naar aanleiding van de verwarring op de Van Randwijkweg heeft de gemeente Bergendal actie ondernomen. Nieuwe pijlen op de fietsstrook en de kruising met de Hogeweg moeten ervoor zorgen dat fietsers niet langer voor gevaarlijke situaties zorgen. Maar of het er nou veel duidelijker op geworden is? De pijlen lijken nu aan te geven dat fietsers recht de vluchtheuvel op moeten fietsen. Na de reconstructie van de Van Randwijkweg werd het enkele rode fietspad door veel fietsers als tweerichtingspad beschouwd. Het fietspad is hier alleen veel te smal voor, wat leidde tot uitwijkende fietsers op de autoweg ernaast. Ook de oversteek naar de Hogeweg zorgde voor veel onduidelijkheid. Fietsers moeten hier verplicht oversteken om de top te kunnen bereiken. Met de nieuwe pijlen op het wegdek hoopt de gemeente alle problemen op te lossen.